Ja, ik kan er wel op gaan Ja, ik zou staan, blijven maar ik staan. kan. Ja. Ja, dan sta ik toch zo goed dan? Hey, mevrouw, hè, Jolan? Ja, ik vind het best wel fijn dat ze erbij is, Jolan. Maar ja, het is ook gewoon een dom wijf af en toe. En dan doet ze dingen die ze niet moet doen. Dan ja, krijgt ze het horen, hè. Krijgt ze ook klappen gewoon thuis. Dat is afreageren van mij. Omdat ik een topartiest ben. Dus, en dan soms verdienen ze het, hè. Dus, hè? Stom wijf. Ja, dat ben jij. If I tell you that I love you, forever you'll be mine. Nou, forever niet hoor. Love is filled with understanding. Ja, lief maak ik hem verkant. Oké. Even staan, mijn poot slapen, man. Godverdomme, zo. Hé. Hey. We staan nou aan te stellen. Jongen, jongens, moet je ruiken. René wil groot uitpakken en zijn nieuwste nummer groots en op ludieke manier lanceren. Hij belt met Ben Kramer. Dan even je mail houden. Ik ga even Ben Kramer bellen. Voor kijken of hij de CD wil presenteren. Oh he? ja. Het is een goede vent. Ja. Goede vriend van me. Dus dat doet hij wel voor mij. Ik ga hem even bellen. Ben Kramer. Ben René Leblanc. Hey. Hey. Ja, alles goed? Ja, prima. Met jou? Hey, ik heb binnenkort een CD-presentatie. Ik wil dat jij hem uit gaat reiken. Dus kan dat? 19 juli. Nee, dat kan niet. Dan zit ik in Valkenswaard en ik wil eigenlijk helemaal niks met jou te maken hebben verder. Weet je, dus laat me gewoon verder met rust, hè? Ja, maar het was toch opgelost, ons probleem wat we hadden? Nee, dat denk jij nou, joh. Achterlijk. En je hebt 2 gram kook van mijn rest in het snijven en je hebt me niks terugbetaald, ja? Dus dat gaat gewoon niet lukken. Optieven nou en ik ben helemaal zat. Allerhande lul. Oké, nou, sterf dan lekker, Ben Kramer.